Voor mij was Super Meat Boy. Ik ben een grote probleem waar ik heb 3, die ene boss battle. Ik heb een leuk spelen met mijn PlayStation controletje, zoals altijd. En ik weet dat de controls niet meer zo goed op mijn hoofd. Dus eerst pak wat lekker palen. Dus let's go try. Dat is een cutscene dat afgelopen is. Niet het cool monster dit. Die wel bekend was iets heel moeilijks. Maar dan was deze. Deze valt me nog best wel mee, dacht ik. Natuurlijk al die skaterkappen. Salty Woesternay. Running. Gewoon net zo snel zijn als hem. En dan ben ik precies op tijd volgens mij. Dat was het volgens mij. Die level staat er best wel heel erg fitter trouwens nog. Wat? Dat is niet helemaal goed. Die ook niet helemaal. Je kunt voor hem uitlopen volgens mij. Dat is op YouTube. Nee, dat moet ik alleen niet te hard daar gaan. Hop, spring. Doorgaan. Wat sneller. Nee, niet zo. Maar we hebben nog thuis van te praten ook nog. Wauw. Ik ben een Duitse, ja. Oké, jump. Niet zo. Ik heb trouwens nog wel aardig goed in de controle. Daarna zou ik wel zo met z'n fijn voor de controle te spelen. Ik wil een beetje een hekel aan controle op PC game meteen. Ik weet niet wel best hoe het gaat. PC games hebben niet zo'n controles. En mijn toetsenbord is meer dan voldoende. Maar ik heb deze game echt niet fijn gespeeld met toetsenbord. Ik heb ooit wat eerder uitgespeeld. Kom op. Ga door. Ah, ik ben te lang hangen daar. Dat ik niet moet doen. Dat ik niet weet hoe het gaat. Ik doe wel weer beter dan de AI. Nee, plat. Dood. Kom op. Meat Boy. Je kunt dat. Ik ben beter dan hem. Ik heb vertrouwen in je. Nee. Dat is dus niet hoe het moest. Dit was toch echt wel ontiegelijk moeilijk nog. Ja, ik kon dat gewoon niet meer halen. Hoppa, jump down. Jump, jump, jump. Hoppa, hoppa, hoppa. Nee, dat was dead. Oké, niet voorop. Ik loop nu eigenlijk al te ver achter, want mij kan ik hem nu al niet meer halen. Spring het iets sneller. Hier zult hij niet op te prutsen. Deze prutsen ben ik ook af en toe zeg. Ja, ik loop inderdaad te lang te prutsen. Dat mag dus echt voor totaal niet gebeuren. Ik loop eruit voor. Nee, wat mooi. Oké, dat moet ik natuurlijk ook goed gaan doen. Oké, ik loop weer een heel klein stukje voor. Niet veel, maar... alle kleine beetjes helpen. Uiteraard. En dan kan ik mijn audioprogramma. Dat ik goed audio's op te nemen. Dat moet ik natuurlijk niet gaan doen, hè. Met dit soort games. Echt focus hier op moet houden. Oké, ik loop achter. Nog. Oké, ik loop er redelijk gelijk in. Jump. Jump. Zo, en dan... ik moet op tijd gaan springen. Ik druk gewoon echt die hele knop gewoon zo onder mijn controle heen. Van rennen. Jump. 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 Naar beneden en dan... door sprinten. Als ik dat toe moet, ik heb geen flauw idee trouwens.
Zo, naar boven en dan zijn we er. 1 van 5 minuten geduurd. Dan valt hij naar beneden. Nope. Not yet. There goes Bakstena. Tik. Tonk. Don't fall down. And he is dead. I will get you. But not yet. Chapter complete. Kom terug. Oh, we zijn er bijna. Chapter 4. De hel. Zie je rennen dan, jongen. Maar dat deze endboss echt ziek lastig is voor deze wereld. Hell. Nou gaan we dan. Waar zit die boven nog? Niks dus. Park was hier nog steeds lekker naar beneden. Ik heb van een druiverig bloed. Al die lekkere bloedspetters. Ik ben toch echt better, hè? Oh, het bettertje ben jij, hè? En dat vind ik echt heel erg fout. Ik zeg eerlijk, het klonk echt enorm fout. Wat bettertje ben jij, hè? Lekker bettertje, hè? Nee, ik moet er niet in invallen. Spring en dan wachten. Ik kan beter iets langzamer doen dan echt te snel. Oeh, dat niet goed ging, brak mijn steen op. Next. Beweeg een beetje, scherm. Nou, dat was echt iets te snel. Ik alleen maar als het is, maar kan voor de rest gewoon doorspringen, toch? Ik moet niet elke keer gaan twijfelen, heen en weer terug. Ik heb het niet heel makkelijk, dan moet ik toch wachten. Point. Hé, hey, moet ik die zak inlopen? Dat is een gebakken koekenbakken ben ik. Wacht hier. Kom dan, platformje. Kom dan, mijn meat boy. Oh god. Dat is heel erg jammer. Dat kan ik ook dus net niet halen. Dat ja. Oh, ik kwam net van tijd kwam, denk ik. Wow, dit begon niet sneller dan verwacht. Nee. Not something like that. Oh god. Horrible dit. Level completed. Oh ja, nieuwe enemies uiteraard. Freaking annoying lava ballen. En dat nog annoyinger. Ja dus. Als ik snel genoeg ben. Klopt. Moet ik hier nog wachten. Ik kan hier nog heel goed misgaan. Of course. Eerst wachten, ik moet hem nu een beetje smerig maken. Zo, dat. Normaal ben ik echt heel slecht in deze wereld. I jinxed it. Gewoon niet lekker deed. Ik deed er maar wat. Ik heb net iets hoog moeten gaan springen. Ik
kan op twee verschillende niveaus gaan springen. Middel of heel hoog. Oké, ik moet dat precies op het juiste moment springen. Zo meteen nog een keer. Oké, het idee was leuk wat ik dat deed. Alleen de uitvoering was een heel stukje minder. Dus ik weet niet wat ik moet doen. Dus niet dat. Dit wel goed kan doen. Ik moet natuurlijk wel met de twee knop indrukken, anders doet hij natuurlijk niks. Dan. Get up! Hoppa! Spawn weer met de vuurbal. Of lavabal. Bijna. Ideeën worden leuk wat ik heb. Ik kan me de wereld nog veel erger herinneren. Maar dat was de volgende wereld. Got it. Great E. Maar er zijn gewoon mensen die gewoon echt alles uit zijn kop weten in dit spel. Dan kom ik aan als een of andere knullen genoeg. Of dat soort dingen gewoon doodgaat. Of dat. Okay, dit kan ik dus sneller. Dat is in principe ook een... En in één keer gaan doen. Kun je dus in één keer halen. Ik kan dus vanaf daar. Ik denk dat het makkelijker is dat ik hier die zaag ga. Dat was echt wel een level die ik wel skipte. Die best wel heel lastig was. Oké, het is mogelijk om daar doorheen te rennen. Maar niet zo. Ook niet zo. Jeetje, ik ben toch aan het beunen. Iets anders van mij gewend zijn af en toe. Ik moet eerst die kant op en dan moet ik nu naar beneden en dan... Doink, dat. OMG. Oh wacht, ik kan er langs springen. Maar nee, dat gaat niet zomaar. Ah, trek ik niet omhoog. Nee, dus. Oké, dan weer instant dead. Dat ook. Ook instantly. Ook weer. Hoppa. Nope, almost. Oké, in ieder geval heb ik het level gehaald. Dit is wel best wel wat waard. Oh, wacht, dit level. Nee, dit is echt enorm lastig. Ik kan nog wel herinneren. Dit level heb ik ongeveer een keer een half uur gedaan of zo. Dus ik weet dat ik skipper, een van de weinigen. Het is echt een van de weinige levels die gewoon heel moeilijk kan. Hier moet je precies goed timen. Dat die daar is. En dan moet je precies die volgende jump op de tech timen. Dan kun je hem gewoon niet halen. En dan maakt dit echt gewoon ziek moeilijk. Maar ja, dit is een moeilijk spel. Vandaar. Dit is echt gewoon een platform game die echt gewoon platformer is. Gewoon uitdaging heeft die platforming. Ik denk dat ik deze level ga skippen, want... Action to map, oké.
te zien. We komen een eindje op weg. Dus check in ieder geval een lava like. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.